Dat we met elkaar vanmorgen al gezien. En is er veel veranderd in de tussentijd? Nee. Niet zenuwachtig geworden? Minder zenuwachtig? Ja. Dat wel. Oké, dat is goed. Zag je er tegenop? Nee. Heel goed. Jij bent ook 15, hè? Ja, 15 jaar. En jij hebt, vind ik ongelooflijk, sinds je vierde jaar les. Dus ik heb nog meer gedaan. Ik was pas 11 toen ik begon. Dan ben je hoogbejaard. Als je met een instrument begint, dat je moet. Nou ja, moet, je moet niks. Maar het is het beste rond je 16e levensjaar echt beginnen met muziekles. Ik ken u professor Scherper, die man met die baard. Ja. Ze enthousiast altijd verteld. Nou, ik ga volgend jaar theater met hem in. Samen met professor Zwaard, dat is ook zo. Ja. Dik Zwaard. Zwaardgewicht, Dik Zwaard op hersenonderzoekgebied. En dan gaan we over de hersenfuncties en muziek. Gaan we het dan hebben, dan ga ik dan illustreren. En ja, er worden allerlei verbindingen gelegd in je hersenen, waardoor je voelt je ook beter. Je voelt je vrolijker. Je wordt veel socialer. Je kan met andere mensen samenspelen. En je wordt veel slimmer. Wist je dat? Dan weet je dat nu. Echt waar. De meeste mensen, dus kinderen die jong zijn begonnen met een instrument, leren te spelen, die zijn ook goed op school. Ben jij goed op school? Ja, soms. Heel tactisch. Soms. Maar ik was niet zo goed op school. Maar ik mag u wel één dingetje vertellen, ik mag alleen niet zeggen hoe het afloopt. Ik heb me laten verleiden om mee te doen met de slimste mens. Ja, als je zo'n grote mond hebt van de muziek maken, dat maakt slim, dan moet je het ook bewijzen. Dus ik mag nog niet zeggen hoe het afloopt, maar 26 juli moet u even kijken naar de slimste band. Goed, kijk je naar wat er staat in. Soms, ja. Ook soms. Ja, maar ik speel ook soms piano. Klopt, ja. Wat zou je ermee willen? Zou je ermee willen? Ja, dat wel. Na mijn middelbare school zou ik graag naar het conservatorium willen en dan studeren of voor muziekdocent of muziektherapeut. Ja, dat zijn gewoon ook. Vooral muziektherapeut, ja, dat vind ik geweldig. Want als je ziet wat muziek bijvoorbeeld bij demente mensen doet, of bij autistische mensen, of sowieso de muziektherapie is geweldig. Dus, dan ben ik groot, dat kan ik je heel erg aan. Voor mij haal je daar heel veel plezier en voldoening. Maar ook uit de piano spelen, want we gaan katermennen. Ja, met z'n vier handen op één vleugel. En dat is een beetje een jazzstukje, maar daar wel uitgeschreven. Van wie is het? William Gillock. William Gillock, ik had daar ook nooit van gehoord. Het is uit aantal kijk naar Hans Bult. Een aantal jaren geleden is dit stukje ook eens voorbij gekomen. Dit stukje is al een keer voorbij gekomen. Ja, volgens mij, ja, het kwam heel goed bekend voor. Dus, nee, dit is een heel leuk stukje. Dus, zullen we doen? Ja. Met de jazzopvatting. Oké. Okay. Een stoeltje bij. Gaan we even instellen? Een stoeltje. Oh, die staat daar. Thank you.
Hartelijk bedankt.